Goedemiddag, dames en heren. Dit seizoen een aantal awards al uitgereikt op diverse locaties. Maar toch nog eentje die we met een overval uit gaan voeren. Hier in het Centrum Topsport en Onderwijs in Amsterdam. Vlakbij het terrein van Pirates hier op Sportpark Ookmeer. We gaan zo de zaal in. De mannen zijn bezig met hun laatste training. Om daarna te vertrekken naar de Premier 12. En we gaan ze overvallen hier in het krachtronk waar een deel van de selectie is. Maar in ieder geval ook beide mannen die wij een award uit gaan reiken. We hebben er twee tegelijk. En we doen dat vandaag niet alleen. Maar ik heb een speciale assistente bij me die mee gaat trainen en die vervolgens ook de awards uit zal gaan reiken. We gaan zo naar binnen en dan zien wij weer. Het is zover. De coaches zijn weer binnen. Wij gaan de zaal in. Goedemiddag, heren. Dit is een overval. Ik weet niet of de coaches jullie al voorbereid hadden, maar... Op het laatste moment is er een speler toegevoegd aan de selectie. Dus we willen jullie graag even jullie aandacht, zodat we de laatste speler aan jullie allemaal voor kunnen stellen als jullie dat goed vinden. Het leek als een goed moment om jullie hier in de allerlaatste training, net de ene laatste moet ik zeggen, voordat jullie gaan vertrekken naar het mooie Mexico voor dat laatste spannende toernooi, die Premier 12, om jullie even hier nog een hart onder de riem te steken en die laatste speler aan die selectie toe. Maar dat is niet alles wat we hier gaan doen. Want we hebben nog iets te melden. Voor twee mannen specifiek. Ik wil graag even mijn kant op hebben. De heren Huijer en de heer Lampen. Hey! Ik wil even bij me staan, Kiel. Dan gaan we ook even naar de camera kijken. Lukt dat? Zwaar, hè? Want... Ja, jullie weten, dit jaar zijn er al een aantal awards uitgereikt op diverse locaties. Maar we hadden er nog twee uit te reiken. Nou, niet geheel toevallig dat jullie gevraagd om even naar voren te komen. Want jullie hebben namelijk een hele mooie eer verdiend dit jaar. Ik ga beginnen met Lars. En ik moet het even voorlezen, want ik wil het natuurlijk goed doen. Het aantal wins viel wel mee. Maar dat is dan eigenlijk ook het enige negatieve wat er te zeggen is over het afgelopen seizoen. Want een era van 0-7-7, 112 strikeouts, dat zijn er bijna 9 per wedstrijd. Of, als je het anders uitrekent, meer dan 1 per inning. 25 baseballs, dat zijn er minder dan 2 per wedstrijd. Ja, wat moeten we meer zeggen? 93 innings gepitcht. 13 games gespeeld. Nou ja, de cijfers spreken voor zich. Dames en heren, de pitcher van het jaar is Lars Huijer. Awards en de beste pitcher. Zeer, zeer verdiend. Ontzettend gefeliciteerd, dankjewel. En is de goede gewoonte dat de beste pitcher altijd 2 of 3 zinnen aan het Nederlandse honkbalpubliek adresseert. Dit is een hele mooie prijs om te winnen. Ik wil mijn team bedanken. En de jongens hier in Nederland zien natuurlijk ook. Hoor je niet? Dankjewel. Hij bedankt zijn teamgenoten, hij bedankt het Nederlands team. Fantastisch, hij is er stil van, dat begrijp ik ook. En dan gaan we naar de rechterkant voor mij. Voor de kijkers links, zeggen we dan. Ook hier een indrukwekkend lijstje, dames en heren. 136 at-bats. Daarin maar liefst 52 hits. En niet te vergeten van die 52, 21 extra base hits. Exact 14 doubles, 3 triples, 4 home runs. Tussendoor nog even 36 RBI's, 38 runs. Als je dan gaat rekenen, een run per game, bijna 1 RBI per game. 1,3, bijna 1,4 hit per game. Ja, wat moeten we meer zeggen? MVP 2019, Wilmer Lampen! En natuurlijk ook jij de award uit handen van mascotte Baby Bear. Ontzettend gefeliciteerd. Blijf nog even buikjagen als je wil. Lars, we hebben nu beide awards in beeld. We kunnen nog even een klein statusportretje maken. En het lijkt me dat dit een onwijs mooie start is voor jullie om op reis te gaan. Met dit fantastische team erbij. Om een hele mooie trip te gaan maken. Mannen van het team, mogen jullie ook nog even deze kant op? Want ik wil jullie er allemaal even bij hebben. Dat we één mooi afscheidscadeautje hebben. Met dit mooie plaatje. Voordat jullie straks in Mexico. Hey, sombrero's.
De letterlijke dan, niet de figuurlijke. En misschien een drankje na afloop. Dat we even een heel mooi plaatje hebben. Dames en heren, onze awardwinners. Lars Huijer, Gilmer Lampen en de rest van de mannen hier aan het trainen. Van Team Kingdom!